En ook vandaag heb ik toch weer een fiets van de week. Een hele mooie. Van weekend 1 ingeruild. Deze meneer gaat naar een nieuwe Tamak SL7 S-Works. Dit is een Fans S-Works. Hij is anderhalf jaar, een jaar en drie kwart oud, jong. Helemaal origineel. Als een plaatje zo mooi. Echt, er zit geen krasje op. SRAM-red, power, elektronisch. CLX 64. 67,50. Oh ja, en hij is 56 centimeter. Hij staat er voor jou. Toch hebben we nieuws binnengekregen. Weet je, de balie is een beetje ingetekend als zijnde dat Sinterklaas binnen is gekomen. Dus er worden ook cadeautjes onder de dennenboom gelegd, onder de kerstboom. Dat heeft niks met elkaar te maken, maar goed. Dat hoort er nog een keer bij. Alpinist, stuurcombo voor de racefiets. Uit één stuk. Alpinist wil zeggen, dus lichtgewicht onderdelen van een rolval. Er bestaat een alpinist zadelpen, alpinist wielset. En er is nu een stuurcombo bijgekomen. Uit één stuk, 42 centimeter, 255 gram. Dit moet gewoon op jouw fiets. Einde discussie. Maar daarnaast, als Sinterklaas het land binnen is gekomen, zetten we altijd de schoen, toch? Nou, wij hebben winterschoenen. Ik heb van het weekend ook gefietst en de koude poten, helemaal niet te geloven. Had ik die winterschoen maar aangehad. Maar goed, we hebben nu de winterschoen in een leuke actie. En als je dan toch een schoen koopt, koop dan zo groot mogelijk. Er kan meer in voor de kinderen. Er kan meer in. Als je een winterschoen koopt, krijg je een gratis paar sokken erbij. Dus ook op de webshop bestelling krijg je bij de winterschoenen een gratis paar sokken. Ja, doe je voordeel mee. Ik zei net, koude poten, koude voeten dus, van de nattigheid, van de wind die overal doorheen blaast. Winterschoenen is een optie, maar wat een heel fijn product is, en ik ben er zelf heel erg lyrisch over, is Spatswear. Het is een Engels product, het is echt warm, waterdicht, comfortabel. Dan heb je verschillende gradaties. Deze is gewatteerd, is de meest warme. Maar ook die winterhandschoenen. Ze zijn echt subliem, subliem. Je hebt zelfs een dun handschoentje die niet 100% waterdicht is, maar op het moment dat het dus gaat regenen, prop je die vingertjes weer terug. Subliem. Deze staan ook op de webshop, heel mooi cadeau van Sinterklaas onder de kerstboom. Doe je voordeel mee. Dit was het voor vandaag, bedankt voor het kijken. Volgende week weer nieuwe items. Volg ons op al onze kanalen, YouTube, Insta, Facebook. En leuk is om te vermelden, Gravel Girls is een, die dames die zijn met gravel rides bezig, gravel ritjes. Die hebben een podcast en daar zit onze medewerkster Petra, die doet daar een verhaal over de Top 1000, voorbereidingen voor die lange wedstrijd die ze gereden hebben, die lange tocht. Dus volgende week weer wat nieuws. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.